Yo mensen van YouTubers en welkom bij Magic Rift, oftewel Disneyland Parijs. Hier zijn sinds kort weer twee nieuwe attracties geopend. En een daarvan is de Buzz Lightyear Laser Blast. Ik heb laatst gelezen dat de ontwerper of de directeur van Disneyland echt teleurgesteld was in deze attractie toen die gebouwd werd. Ja, het is een endless system, het is ook een mak-attractie. Precies hetzelfde systeem als die Avontuur Atlantis. Alleen is deze. Nu krijgen ze biedt weer een geweer en dan moeten we op doelen schieten. Oeh, dat is crazy. Wat moet eigenlijk schieten, jong? Op die. Ja, op die doelen, die driehoeken. Die cirkels daar waar een zet op staat. Fucking asshole. Dat wist ik ook nu pas, omdat ik al veel meer aan die lul. Je moet in de wachtrij opletten, hè? Dat staat daar aangegeven. Mijn red staat er ook aangegeven. Eigenlijk denk ik dat dit precies dezelfde layout is als die van Europa Park, alleen is dat dan in Atlantis thema en dan deze. Ja, het is allebei Mac dus. En dan deze is dan van Buzz Lightyear. Je hebt hier ook een joystick op de. Kun je die kar opdraaien? Ja. Maar ik zou zeggen, het, net als in Europa Park, heb je een joystick waarmee je kunt draaien. Allee, dat kun je handmatig besturen, maar eigenlijk grotendeels draait hij in het zijn eigen. Dus. Maar kijk, ik wil kieken. Ja, het is in tech bedoel ik, dan draait hij dikwijls het zijn eigen. Ik denk op die ballonnen misschien. Je hebt vier verschillende doelen. Ik weet niet welke dat meeste waard zijn, maar. Zoals ik zei, de baas van Disneyland was teleurgesteld in deze attractie. Ik vraag me af waarom. Op zich is het wel een leuke attractie. Ik denk, brengt wel op die. Ik denk dat die driehoeken het meeste waard zijn. Driehoeken brengen wel punten op, ja. Zijn nu nog op het gitaar op? Ja. Die zijn echt het meeste waard, dus daar moet je het meeste op schieten. Niet op u schieten. Met zo'n laserpistool, zeker. Goed en klopt. Waar schiet je op, jongen? Ik zie er niet eens. Op die doelen? Ik zie er geen. Maar daar. Oh man, hij zit weer met zijn dikke kop in de weg. Zijn, ja, kom ervan. Ik heb niet denken dat jij gaat winnen. Hè. De boze keizer Zurk. Ah, ja. Hier hebben we al die groene mannetjes. Ja, groene ribbers. Ja, we zijn klaar. Die asshole heeft dus wel gewonnen. Maar nu moet ik dit niet opvangen te schieten. Green Planets. Goed, dat was dat. Dan is er nog een walkthrough, de Nautilus. Dus die gaan we ook even belopen.
En dan, ja, ik vind ook dat ze op deze server hun een tijd pakken zijn, hè, want, ja. Heb je dan, is dat een roltrap hierna? Ja, een rollende band. Hè. Dat is makkelijker in, ja, dat is makkelijker instappen, want ja. Ja, werk! Oh ja. Die karretjes die stoppen nu. Oei, die hele toren die draait, hè. Ik denk dat wel nieuw is, dat middenstuk, dat vernieuwd is. Laat dat maar zien. Oh, we kunnen hem ogen omlaag laten zien. Kun je dat aan het opnemen? Ja. Allee, wat is dat nu? Ja, we kunnen het opnemen. Ja. Oh, wacht, hoe moeten we... Ja, right, en dat is iets speciaals aan de hand. Kijk maar, het middenstuk draait mee. Ja, ik denk dat de vorige keer nog niet was. Oké, okay, ja, omhoog. Ik heb het gezien, want jij had het niet geluid anders. Alsof dat jij dat door had, joh. Nee. Maar deze zijn echt hoge vliegers, ik denk dat je daar niet in gaan, mensen. Ja, deze vliegers zijn wel intenser dan die kermisvliegertjes. Als één blok 1 meter moet voorstellen, dan is het echt fucking hoog. Ik denk dat Autopia daar ook wel is aangepast, in dat plafond. Waar gaan we nu naartoe, mensen? Fuck, hoe goed je naar beneden gaan? Ja, het is al gedaan. Want dat gaan toen waar, maar je vet. Dat is wel iets in het echt. Die, omwille van de lange wachtrijen, duren die ritten totaal niet lang. Hier, de Nautilus. Dat is een walkthrough gewoon. Die is denk ik gethematiseerd na 20.000 mijlen. Este es el reino del Capitán Nemo. Bello, ¿verdad? Un vasto y maravilloso mar que también puede ser oscuro y siniestro. Er was hier ook denk ik een heel donker stukje. Ja, hier, je ziet hier totaal niet waar je naartoe moet, hè. What the fuck. Het is hier echt veel te donker gemaakt. Gewoon die wit naar de kutkop. Jongen. Allee, wat? Wacht, ik zie. Oh, lijkt toch te goed zien, jongen. Hier. Duvel er. Dat was wel cool gemaakt, hè. Ja, ik kon de weg maar weer zoeken, hè, jong. Nu helpen daarmee, hè, met die dingen. Is er nu in de duikboot? Wat mij gebeld, ja, Jullie kunt ook wel helpen met deze. Dan hebben we hier die. En het hier die inktvis. Ja, hier. Kijk, deze piano vet. Ja. Wat is dat voor iets, ja? Ja, dat zal normaal open moeten gaan. En dan zal daar een gigantische octopus moeten verschijnen. Maar ik heb het al eens eerder getest en ik heb niks gezien. Deed of wat? Nee, op Minecraft al. Aan de rol. Wat staat hier eigenlijk? Prochain de ma. Geduld. Ja. Ik heb hier de vorige keer even gestolen, er is niks gebeurd. Stop die eens iets verder in de ride. Kom maar zoeken. Ja, maar het zal echt zijn. Nee. Zie je dan op deze plek heeft de inktvis al aangevallen en is alles zo aan het afbreken. Ik ben een walkthrough, man. Ja. Had ik me wel eerder kunnen melden. Dat heb ik al 15 keer gezegd. Oh yeah, ik heb er echt niks ontvangen. Maar Jonas en Lustre, niet zijn sterkste klant, niet zijn sterkste kant, klaar blijkbaar. Alright, dat was het dan, hè. Hoe zeg je Nepest? Space Mountain. Kan we ook treffen, mensen? Nee, die hebben we al gedaan. Bam, mensen, wanneer is het de volgende keer? Ja, de volgende attractie is, schat ik, Phantom Manor. Die staat er al, maar die is gewoon nog niet open. Maar van nu, dit was Disneyland Parijs op Minecraft weer. Dus kom zelf maar zien als je wilt. Ik prijs dat in de beschrijving. Dus, kom naar Easter Park! Ja, daar is een versie. Tot de volgende video en ciao! Laters!